Heb ik een lage libido? Ben ik aseksueel? Of klopt er iets niet met mij? Deze uitspraak hoor ik zo vaak in mijn praktijk voor sekscoaching. Seks. Iedereen doet het. Jullie doen het. Ik. Onze ouders deden het. Maar ook mijn dochter doet het. Seks kan heel fijn zijn. Maar zit ook vol met frustratie, irritatie en verdriet. Maar dit blijft een taboe in onze maatschappij, toch? Te snel of niet klaarkomen, pijn tijdens het vrijen, geen klik of geen zin zijn de meest voorkomende problemen. Om dit taboe maar meteen te doorbreken, begin ik met mijn eigen verhaal. Ongeveer 12 jaar geleden was mijn relatie in een dip beland. Ik had steeds minder zin om te vrijen. Ook wij hadden irritaties, frustraties en soms zelfs ruzies rondom het thema seks. Het was een neerwaartse spiraal van slecht geweten, verdriet om mijn man constant af te wijzen en het niet kunnen begrijpen waarom ik geen zin had. Ik twijfelde aan mezelf. Had ik een laag libido? Was ik aseksueel? Klopte er iets niet met mij? Seks ging nog over klaarkomen. Dat kon ik toch? Dus waarom wou ik niet? Op een dag vroeg een vriendin mij of ik langskwam voor een ontspanningsmassage. Zij moest oefenen voor haar opleiding. Tuurlijk wou ik dat. Maar voordat ik ging liggen, zei ik tegen haar: ik vind heel lastig te ontspannen. Mijn hoofd gaat altijd alle kanten op. En zij zei: Tanja, als je zit te denken, kan je niet voelen. Deze zin. Als je zit te denken, kan je niet voelen, heeft mijn leven voorgoed veranderd. En ik ging kijken wat ik deed tijdens de seks. Oh ja, ik moet morgen om 12 naar de kapper. Hoor ik geluid nu? Zijn de kinderen nog wakker? De melk was op. Ik ga deze keer wel halfvolle melk halen. Ik moet een beetje aan mijn lijn denken. Wat duurt het lang? De wekker gaat alweer om 7. Doe ik het wel goed? Vindt hij het wel lekker? Lieve vrouwen, erkennen jullie het? Het hoofd dat alle kanten opgaat? En lieve mannen, erkennen jullie het? Je partner die er niet helemaal bij is. Als je denkt, kan je niet voelen. Toen ik het met mijn man hierover had, kwamen wij samen achter dat ook hij in zijn hoofd zat. Hij was bezig met het doel van klaarkomen. Tussendoor geile plaatjes in zijn hoofd, waar hij zijn opwinding uithaalde. En tussendoor twijfelde ook hij aan zichzelf. Doe ik het wel goed? Vindt ze het wel lekker? Ze reageert nauwelijks op mijn aanraking. Wij zaten dus allebei in ons hoofd. Het enige verschil tussen ons: hij was opgewonden
En ik nauwelijks. En dat was nog een belangrijke eye-opener voor mij. Mijn man raakte op een volledig andere manier opgewonden dan ik. Een geil plaatje voor mij, naakt, was voldoende voor hem om opgewonden te raken. Net als lichtschakel, aan-uit. Hij gebruikte zijn hoofd uitstekend als seksorgaan. Ik kon dat niet op deze manier. Mijn man is een lekker ding, jazeker. Maar een plaatje van hem, naakt, of een geil scenario, was dus niet voldoende voor mij om opgewonden te raken. Ik kon mijn hoofd dus niet goed als seksorgaan gebruiken. Maar wat had ik nodig dan? Er zijn twee manieren van seksbeleving. De eerste. De meest bekende. Orgasmegerichte seks. Doelgericht. Recht op het doel af. Fysiek klaarkomen. Snelle seks. Hoofdseks. Wij hadden dus op deze manier seks. Maar nu weet ik, door alleen op deze manier te vrijen, was mijn zin verdwenen. Ik miste iets. De meeste vrouwen die in mijn praktijk komen, missen iets. Maar ze weten niet zo goed wat ze precies missen. De tweede manier van seksbeleving. Mijn manier. Seks met gevoel en aandacht. Allebei uit het hoofd. Samen verdwijnen in het hier en nu. Voelen. Spelen, plagen, elkaar beminnen. Op elkaar afgestemd zijn. Op elkaar reageren. Hierdoor ontstaat intimiteit en verbinding. En hierdoor komen veel vrouwen in overgave en extase. Dus lieve mannen, hoe zou het zijn? Je partner onder je handen, kronkelend van opwinding. Iedere aanraking die je doet, hunkerend naar meer. En lieve vrouwen, hoe zou het zijn? Uit je hoofd, in je gevoel, samen, in elkaar opgaan. In het bubbel van genot, alles om je heen vergeten. In mijn ogen, true love. En nu willen jullie natuurlijk weten, wat is er voor nodig om op deze manier te vrijen? Oké. Het hoofd moet leeg zijn van gedachten die met de toekomst of het verleden bezig zijn. Gedachten die oordelen of verwachten. En aandacht. Ik ga even een kleine oefening met jullie doen. En don't worry, ik ben niet van plan om jullie op te winden. En jullie hoeven ook niet uit de kleren. Ik wil jullie nu vragen om alsjeblieft een mouw omhoog te stropen. Here we go. Oké. Ik ga jullie zo meteen vragen om je arm te strelen, je ogen dicht te doen en je streelt zo lang tot ik stop zeg. Here we go. Stop. Wat gebeurde er in jullie hoofd? Je ongemakkelijk voelen? Er iets van vinden? Een verwachting? Wat is de bedoeling hiervan? We gaan deze oefening nog een keertje doen. Maar deze keer wil ik jullie vragen om je aanraking heel langzaam te doen en in je gedachten
en zin te herhalen. En deze zin is als volgt. Ik wil graag dat je tegen jezelf zegt dat het lekker is, dat het fijn is. Met overtuiging. Dus niet het is lekker, 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 dan werkt die niet. Dit is lekker, dit is fijn. Als je namelijk echt voelt, dan is het echt lekker en fijn. Dus je zegt het alleen maar al vooraf. Oké, dus we doen de ogen nu dicht. Je gaat nu langzaam je arm strelen en je blijft in je gedachten herhalen dat het lekker is. Here we go. Stop. Deze oefening is te vergelijken met de twee manieren van seksbeleving. De eerste oefening, als je hoofd als een ongeleid projectiel alle kanten opgaat, is te vergelijken met de eerste manier van seksbeleving. Je zit hier, maar niet hier. Dus je voelt nauwelijks. En de tweede oefening is te vergelijken met de tweede manier van seksbeleving. Als je er bewust van bent wat je hoofd doet en je hem kan sturen, zodat je naar je gevoel kan. Want deze oefening is een brug om van je hoofd naar je gevoel te kunnen komen. Om de bevestiging dat het lekker is. Zal je intens kunnen voelen. Dus lieve mensen, ik hoop dat ik jullie kon inspireren. Om eens thuis te kijken, wat doe je tijdens de seks? Denk je? Of voel je? Dus lieve mensen, what the world? Niet nou? Seks met gevoel en aandacht. Niet denken, maar voelen.